Vandaag zijn we op bezoek in Groningen om te kijken op het atelier van Citruscus die gekoppeld is aan GGZ Rivierduinen. Het was een lange rit, dus ik ben heel benieuwd wat het voor ons gemaakt heeft. Ik ben dus hier in mijn atelier ben ik aan de slag. En mijn nieuwe werk maak ik na een gesprek met GGZ Rivierduinen in Leiden. Daar heb ik een goed gesprek gehad. En daarna ben ik bezig geweest met een expositie in Hoge Zand. Dat is waar ik opgegroeid ben. In Hoge Zand Centraal heb ik een werk gemaakt dat heet Memories into Oblivion. Waar ik bezig ben geweest met wat is een herinnering en wat blijft er over van een herinnering die niet meer herinnerd wordt. En hoe ziet zoiets eruit? En daar is onder andere dit object heb ik daar gemaakt. En dat is een aanloop naar beeld in Leiden toe. Vooral qua materiaal en ook wel qua beeldtaal, denk ik. Dat is nu in ontwikkeling. Ik ben nu bezig met abstracte organische vormen te maken. Dat is ontstaan na het inspiratiegesprek met het GGZ. En daarin kwamen wel mooie dingen naar voren van de cliëntenraad. Die had het over dat ze heel erg waarderen dat ze gezien worden. En dat ze kunnen zijn wie ze zijn en dat ze daar hulp bij krijgen om te worden wie ze eigenlijk, nou ja, wie ze worden moeten, zeg maar. En de andere kant was, waren de therapeuten en die vonden het heel mooi dat ze mee mochten gaan met die reis van de cliënt. En dat ze een stukje op weg kunnen helpen. Ja, het was wel een inspirerend gesprek en het ging over dat stukje en ook wel over het stukje bestaansrecht. Van hoe je ook bent, welke vorm je persoonlijkheid ook aanneemt, je bestaat. En dat is iets wat ik mee wilde nemen voor mijn werk. Ik maak organische vormen en abstracte vormen. Dus aan de ene kant zal het er heel natuurlijk en realistisch uitzien. Aan de andere kant is het een vorm die niet bekend is uit je eigen omgeving. Maar die vormen die ik maak, die willen zeggen wij bestaan.